Yes, ik heb confirmation en dan ga ik even kijken of de FX-flat klaar staat. Die staat klaar. Gaan we naar de tax. Nou, in ieder geval van harte welkom iedereen. Volgens mij kunnen we los. En Leonne die is zich al in de warm lopen natuurlijk. Goedemorgen, Leonne. Goedemorgen Jan-Robert. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen iedereen. Ik zal ondertussen even aangeven dat we begonnen zijn natuurlijk. En ook. Yes. Ja. Deze vooruit zetten, dan kan ik jullie dingen zien, jullie vragen. Frank, Rien, CryptoLady, Kees, Jan, KJ, die zijn ermee. Mark ook, hartstikke mooi. Goede winstgevende morgen. Dat zijn positieve dingen. In ieder geval even een kort disclaimer. Dit is een live trading sessie. Wij handelen live, althans, Leonne handelt live op FXFlat met een account van 1000 euro. En zij laten ook de trades zien, zeg maar. Zij gaat niet het scherm delen, dat ga ik zelf doen. Ter wille van de focus. En dit is puur ter educatie, geen financieel advies. Iedere trader die ons M2-systeem gebruikt, die heeft ook de signalen, net als wij, real-time. Maar dat wordt ongeveer 25 seconden vertraagd doorgegeven via YouTube. Dus dat je niet daar blind op handelt. Dus in ieder geval, Leonne, ik ga wat linkjes voor de deelnemers in de groep plaatsen en per mail. En dus ik zou zeggen, take it away voor de komende 3 minuten. Want de eerste 5 minuten ga je toch niet handelen, Nee, de eerste 5 minuten, ja, handel ik niet. En zal ik even uitleggen wat een geldig koopsignaal is en een geldig verkoopsignaal voor alle nieuwkomers onder ons. En die zijn er best veel. Een geldig koopsignaal is een blauwe pijl, een blauwe PMA, een rood gebied en geen bolletje. groen gebied, Nou, groen gebied. Sorry, ja, ik zie hier een rood gebied te staan. Het is een groen gebied en geen bolletje. Een geldig verkoopsignaal is een oranje pijl, oranje PMA, rood gebied en geen bolletje. We hebben hier, ja, op nu is het dus wachten op een geldig signaal. Omdat ik dus gewoon de eerste 5 minuten wacht, heb ik dus ook de eerste oranje pijl laten gaan. Maar dat is dan toch in de eerste minuut. Dan weet je echt niet welke kant het op gaat. Dus laten lopen. Dus ik ga nu wachten op een goed signaal. Hartstikke En goed. Jan Robert volgt mij en zal dit communiceren. Nou, becommentarieer, zeg maar, als een soort. Ja, je bent Max Verstappen die in de driver seat zit. Jij gaat de race doen en ik doe verslag. Helemaal goed. Ja, voor de goede orde, we handelen tot een uur of ja, 5 voor 10, 10 uur. En dat doen we op de DAX. We leggen de focus op de DAX, omdat. Wij gaan niet switchen van de ene markt naar de andere markt. Dat is deze setting niet voor. Op die manier hou je gewoon de focus op wat gebeurt in de markt. En dan zal ik ook naast de trade die Leon al dan niet gaat plaatsen, zal ik dan ook aangeven van wat er dus ook gaat gebeuren. De in marktinzicht, ook psychologie is heel belangrijk. En toch, wie van jullie heeft ook ons vanaf de kick-off van afgelopen vrijdag meegemaakt. Ben ik toch benieuwd naar. En ook of dat ook ja, zijn vrucht heeft afgeworpen, dus dat je een positief resultaat hebt gehad. Of een positief inzicht kan natuurlijk ook. Is heel belangrijk. Gewoon die stop los. Laat hem niet liggen op 50 punten verlies. Gebruik hem gewoon. Dus, zeker goed. Nou, even kijken of we ook dat allemaal kunnen zien. Nou, ik zie ook allemaal bekende namen.
Ah, Henk Lambeau is ook aangetreden. Kijk, San ook. Hartstikke mooi. En Ries waarschijnlijk ook. Top. Nou, hartstikke mooi. En als jullie ook suggesties hebben, feel free om die ook met ons te communiceren, te delen. Dat is allemaal mogelijk. Want wij gaan deze septembermaand, ja, de ongure maand hier, of niet hier, maar daar in Nederland. Dan heb je natuurlijk ook de R in de maand, oftewel dat je dus ziet dat er dan wat regen en wat grijs gebied boventrekt met wolken. Nou, dat is natuurlijk niet zo fijn. En vandaar dat we dan ook bedacht hebben van we gaan september gaan we benutten. En zelfs heeft, ik weet niet of ik mag zeggen, ik doe het toch, Leone. Leone heeft zelfs de vakantie opgezegd om in september voor jullie ook deze trainingssessies te verzorgen. Dus ik vind dat wel een applaus waard. Dus daar ben ik echt wat trots op. En dus ik hoop ook dat we vandaag leuke dingen doen. Of kunnen doen natuurlijk. Want ik zie ook dat de markt is nu een beetje aan het corrigeren vanuit het rode gebied. En dan wachten we op de eerstvolgende signaal. Als dat natuurlijk plaatsvindt. Nou, voor de goede orde, als je je abonneert op ons kanaal, als je het niet hebt gedaan, graag even doen, want het helpt ons ook in de ranking. En een duimpje omhoog en beneden voor de waardering natuurlijk. Dat is ook altijd zeer nuttig. En als je, even kijken wat ik nog maar zeggen, als je dus op dit YouTube kanaal kijkt, dan kun je volgens mij ook naderhand nog de opnames vinden, hè, want het is een live sessie. En je hoeft eigenlijk niet op onze unieke link te wachten, want volgens mij als jij op ons kanaal zit, dan komen we gelijk in beeld als wij live gaan. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet, omdat ik het niet kan zien. Dus als u dat kunt beamen, dan weet ik hoe dat ook zit. Nou, Linda zegt bravo. Nou, applaus. Nou, dat doet ons deugd. Peter Oosten, goedemorgen iedereen. Bijtske, die geeft ook een applaus. Ik weet niet of Bijtske op de vluchtstrook staat te wachten om ons te bekijken. Of dat ze gewoon vanuit de comfortabele zetel ons aan het volgen is. En nou, wat het aardig is om te zien, is we zien dus dat vanaf de L, de Londen opening, en misschien dat ik heel even die bars iets groter moet trekken voor jullie, dat het groter is. Dan zie je dus dat in het midden, een beetje bij de L, zie je dus gelijk een pijl naar beneden. Er zit verkoopdruk in. En je ziet dat die S1 als weerstandszone gelijk wordt verlaten naar de onderkant. Zo opmerkelijk. En dan zien we dus dat, dat de markt iets aan beneden is gaan. En het grappige is, ik zie ook een gele lijn. En ik denk dat dat nog van gisteren is geweest. Die komt dan weer net in beeld. Ik zet nog even een andere horizontale lijn. En dat zit. Dus het zit een beetje in een training range van pak een beet 50 puntjes. Nou, dat valt best wel iets mee te doen. En dan wacht gewoon op een geldig signaal. En voor de goede orde, ik heb wel, als het goed is heeft Leon die ook, de timeframe, multi-timeframe op vals gezet, dat we alleen puur op de 1 minuut grafiek signalen krijgen. En dat is inderdaad het geval al hier. Ik zie en hoor een piepje. Dus dat betekent dat we nu dus gaan kijken wat allemaal gebeurt. Ja, Leon heeft net een order geplaatst. Dus onder de low van de pijlcandle. En dat is dus 5 ongeveer. Nou, iets naar beneden. Nou, je ziet dat we nu dus 6 à 7 punten in de plus staan. Dat betekent dus dat je dus in ieder geval de trade op break-even, onder de break-even kan zetten.
En je hebt een take profit op 15 punten, ligt bij de S2. Kan aangepast worden of niet. Dat moet je natuurlijk zelf weten als trader. En gaan we kijken hoe deze trade verloopt. Nou, ik ga het ook communiceren voor iedereen dat we begonnen zijn met de sessie. Ook in de Telegram. Dus als je nog een extra melding krijgt, dan weet je waar het vandaan komt. Dus. Nou, even kijken wat er dan gebeurd is. Ik zal even de historie op vandaag zetten. Dat kun je dus doen door periode aanpassen op vandaag. En dan de eerste klap is een daalder waard waarschijnlijk. 5,2 punten winst. Dus de take profit, of de stop loss werd een stop profit. Dus die is ook aangetikt, zeg maar. Heel goed. En ja. Op zoek naar de volgende ronde nieuwe kansen. Dus dat is mooi. Oké, yes, nu live op YouTube. Dus inderdaad, we hoeven niet altijd de specifieke sessie hoeven wij te communiceren. Maar doe wel voor de volledigheid. Want dan heb je ook de unieke link achteraf. Dus dat is mooi. Nou, Eli is ook weer aangeschoven. Ik weet niet, als je nu net kijkt, Eli, je hebt 5 punten gemist net. dus dat is mooi. De eerste klap is binnen. Nou, dan gaan we het meemaken. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Kijk, het is wel opmerkelijk, hè, dat je dus ook hier ziet dat het onder... Zeiden, even kijken wat dat voor niveautje is, die stippellijn. En dat zie ik niet helemaal omdat die niveautjes erbij staan. Volgens mij is dat een S1. S2, even kijken, oh, dat is dan de S2. Ja, dus een support 2. En je ziet het, dan maakt echt aan een klaploper, zeg maar een traploper, dat hij echt van etage naar etage gaat. En hij mocht dan ook... deze lijn wordt gebroken, dan is het mogelijk dat dan de markt weer doorzakt naar het volgende S-niveautje. En dat is dan de S3, support 3. Ik zie hier ook dat we een aantal gridlines hebben, 25 punten, dat vind ik vervelend. Ik doe even per 100 punten. Kijk, dan zien we ook de lijntjes iets beter. Ik zal deze ietsjes uittrekken. Nou, dan zie je dus dat we een fase hebben van een neergaande markt, onderin rood. Maar zolang je dus rood ziet onderin, hoef je dus niet naar die andere signalen te kijken, niet anders dan de verkooppijlen. Nou, ik weet niet wie van jullie ook deze trade heeft meegepakt net vanuit de short. Dan zou je dus een winst moeten hebben gehad. Dus kan niet anders. Sandra, 6,8 punten, top. En Go heeft ook 5 punten. Kees-Jan, 7,5. 6,5, 5,7.
Nou, hartstikke mooi. Nou, Edwin ook, welkom natuurlijk. Eli moest meerdere keren inloggen. Had iets vreemd met de chat. Nou, voor mij, als jij gewoon op YouTube staat, Eli, en je bent gewoon ingelogd via YouTube, dan hoef je alleen maar de F5'je in te toetsen, hè? Refresh. De kunst van de F5'en. Dus maar mooi dat je in ieder geval aanwezig bent. Ik zag ook dat er nieuwe deelnemers zijn. Dus welkom natuurlijk iedereen. En nou, we zien nu dat we ongeveer 48 deelnemers hebben. Dus zonder de mail. Dus daar ben ik best trots, best wel blij mee. En het mooiste zou zijn dat we natuurlijk rond de 100 of boven de 100 gaan. We leggen de lat steeds hoger. 100, 500, 1000. Maar het moet ook een beetje groeien. Want dat is ook de eerste keer natuurlijk dat we dit doen. Hè? En alles heeft ook een aanloopperiode nodig. En ook voor de goede orde. Woensdagochtend. Die valt gewoon met deze sessie samen. Hè? Dat spreekt voor zich. Want dat deden we al elke woensdag. Maar we kregen zoveel vragen. Kunnen we het ook vaker doen. Nou, toen hebben we het plan opgevat om dat ook gewoon de lijn door te trekken. Nou, we zien dus dat de markt is dus een beetje onder de gele lijn gedoken. En dan kun je zeggen, ja, wanneer verplaatst de lijnen? Wat je kan doen als je deze lijn inhoudt en je trekt nog één lijntje, dan komt die natuurlijk al precies te liggen op die stippellijn. Maar goed, deze leg ik hier neer. Dan heb je dus drie lijnen. Ik wil niet 10 lijnen hebben, maar dit is even om perspectief te plaatsen. We hadden in eerste instantie dus een training range van, ja, ik zei dus pakken met 50 puntjes. Dus dan weten we, mochten we dan een doorbraakje hebben, dat we dan richting de onderkant kunnen gaan als je naar beneden uitbreekt. Of natuurlijk als je naar boven uitbreekt. Dan hebben we in ieder geval een soort baken, een soort koersdoel, wat je zou kunnen verwachten. En het grappige is, hè, dus dat je ook ziet dat deze lijn nog een keer wordt getest. Nou, wat je zou kunnen doen als die dan te vaak wordt doorbroken, haal je die gewoon weg. En dan trekken we gewoon die. Ja, dan trekken we gewoon deze lijn weg. Hou je twee lijntjes over, anders wordt het een warboel van lijnen. En dan zie je dus door de bomen, door de lijnen, de grafiek niet meer. Dus deze haal ik dan weg. En dan heb je dus eigenlijk een beter koersdoel. Want een koersdoel is dan ruimer, want de training range wordt opgetrokken, zoals je ziet. Nou, je ziet dus ook dat de markt een beetje aan het zoeken is boven de lows. En dat is ook belangrijk waarom dat we die lijntjes trekken. Want als je dus een doorbraak ziet van die low hieronder, dan kun je een acceleratie naar beneden vinden. Maar als je dus ziet, hey, de markt blijft erboven hangen. En let maar eens op, als je daar dus boven blijft hangen en de markt zakt niet verder, dat is dan een veegteken aan de wand voor de shorters, want dat betekent dat de markt niet verder wil zakken. Want je wilt namelijk zwakte zien bij verkoop. En als shorting natuurlijk. Nu zien we dat oranje pijltjes zijn onderin puntjes. Nou, als er puntjes zijn, hoef je niet te kijken. Dus zo simpel, heel simpel is dat. Zo simpel is dat en maak het niet al te moeilijk. Sommigen maken echt een heel toestand van. En focus inderdaad op de kleur van de PMA, de vloeilijn bovenin. Dat is dus een proprietary moving average, aangepaste moving average. Nou, als die oranje is met een oranje pijl. En 9,5 van de 10 keer is dat ook het geval. Want je kunt geen blauwe pijl krijgen in een oranje lijn. Of een oranje pijl in een blauwe lijn. Maar het is in ieder geval zo, die kleur van die PMA geeft aan opwaarts en neerwaarts. Nou, neerwaarts druk, oranje pijl. Alleen onderin moeten we wachten dat die bolletjes eraf gaan. En ik wil ook geen bolletje. Net als die reclame. Oh nee, dan zeggen ze ik wil bolletje. Maar in dit geval is het dus ik wil geen bolletje. Nou, wachten op nieuwe impulsen. Ik meen dat er ook nog een aantal PMI-data uitkomen. Hè? Dat kun je op forexfactory.com vinden. Ik meen dat de final PMA's waren. En ook rond 10 voor nog een keer 5 voor. Dus rond die tijd moet je een beetje uitkijken.
Nou, en die ene trade die we dus net hadden, dat was dus een rit van 15 puntjes. Nou, we zitten natuurlijk altijd met 3 punten achterstand, hè? Eigenlijk 4,5, omdat die spread er ook bij zit. Dus daarom zul je nooit de maximale rit pakken. Maar het gaat erom dat je in lijn met de markt meehandelt. Dat je niet tegen in gaat zwemmen, dat is heel belangrijk. Nou, trek je even los. Even naar voren. Zo. Alleen voor een bolletje kom ik eruit. Ja. Even kijken. Oké, dank je, zegt Elien. Ja, absoluut. Wim merkt ook dat hij of zij ook meer discipline heeft gekregen, ook dankzij onze sessies. Dus discipline, meer begrip van hoe je kunt handelen, hoe je moet handelen. En ook met meer inzichten, want daar doen we het natuurlijk ook voor, hè? Nou, Lieve zegt ook, het helpt zeker. En even kijken, Rien Redijk zegt inderdaad, de hele grap is geduld. Frank zegt, ik kan steeds beter op mijn handen blijven zitten. Kijk, dat is mooi. Rien Bijtke zegt ook, alleen voor een bolletje kom ik uit, dat heb ik net gezegd, Rien. En dat is inderdaad ook het geval, hè. Je moet gewoon... Linda zegt, helpt mij, ik ben nog niet. Nee, Linda, het punt is, je bent toen net begonnen, dus... Doe zoveel mogelijk vlieguren op. Je tikt mij soms op de vingers. Nou, ik weet niet. Ik kijk even rond en ik zie jou niet, Goa. Elie zegt, gisteren vanaf 21 uur was er bijna geen beweging in de time. Daar stond soms meer dan een minuut stil. Ja, dat klopt, Elie, want gisteren was een beetje een aparte dag, want het was bank holiday. Ja, de ambtenaren waren natuurlijk vrij en had ook zijn invloed op de markt. Dus dat er veel minder volatiliteit is. En mijn ervaring is ook dat in de ochtend op die DAX tussen 9 uur à 10 uur, half 11, uiterlijk 11 uur, dan heb je wat te doen. Nou, dan moet je zorgen dragen dat je leuke dingen gaat doen. Kopje cappuccino nemen of wat dan ook. Leuke dingen doen. En dan na een uur of half 3, als er cijfers zijn in Amerika, dan heb je weer wat reuring in de markt. En dan kun je dus ook in Amerika nog wat doen tot een uur of 9 à 10. En meestal is het wel zo dat in Amerika richting het slot ook altijd wat vuurwerk kan plaatsvinden. En zeker als je cijfers hebt. In Amerika heb je heel vaak after hours trading. Hè? Dus dat de cijfers naar beurs komen. Dat is meestal met Apple zo. Nvidia laatst. En dat is wel even een inzicht wat ik nog met jullie wil delen. Dus als jij op de Nasdaq handelt. Let even op dat om 10 uur de markt misschien wat dicht gaat. Maar als er dus cijfers komen. Dan kun je best wel op die Nasdaq. Vaak onverwachte spikes en dat soort dingen hebben, onverwachte bewegingen. En dat heeft puur en alleen te maken met cijfers. Want vergeet niet, stel dat Apple vanavond met cijfers komt en ze komen met winstwaarschuwing of komen gewoon met iets wat negatief is. Wat denk je wat er met de Nasdaq gaat gebeuren? Die pleurt er natuurlijk in. Dus let daar in ieder geval mee op. Ja. Even kijken hoor. Sander zegt dat Instagram komt nu steeds meer door deze sessies. Ik vind het interessant waarom Leon en beter resultaat met dezelfde trades haalt. Dat is ervaring en consistentie. Ja, en op een gegeven moment gewoon ervaring opdoen. En zien wat voor jou ook werkt. En wat belangrijkste is wel, iedereen handelt anders. En dat is heel belangrijk. Want je hebt ook net gezien met die cijfers, met een aantal punten. Sommigen hadden dus 12 punten, anderen hadden 9. Iedereen heeft een eigen dynamiek in het traden. En daarom zul je ook altijd zien, zet 100 traders naast elkaar
heb je 100 verschillende resultaten, ondanks dat je hetzelfde systeem hebt. Kees die zegt prima om dit zo te doen. En dan had ik nog een andere. De DAX had inderdaad weinig volatiliteit gisteren nog, Eli. Jack had gistermiddag nog 30 punten gepakt op de Nasdaq. Nou, hartstikke mooi. Ik zie dat er ook om 8 uur al beweging is op de DAX. In de ochtend inderdaad, Nederlandse tijd. Ja, dat klopt, hè. Want eigenlijk is het zo dat de DAX en Nasdaq, het is 24-5. Met 5 of 10 minuten pauze. Dus van maandag tot vrijdag heb je altijd gewoon gedurende dag handel. En behalve in het weekend, dan heb je dus geen handel. Ja, zorg ervoor, hè, dat je ook geduld betracht. Dat je niet te veel gaat aanklooien. Want dat is ook al waarom dat ik meestal nat ga. Dat ik dan te lang doorga. Andere dingen aan het doen ben. Dus gewoon focus houden. En daarom heb ik ook Leone gemute. Nee, ik heb Leone niet gemute. Maar zij is gewoon heel geconcentreerd bezig. Alleen om die trades op te pakken. Ja, en ik ben een soort van master ceremony die dan ook een beetje de boel aan elkaar praat, maar ook inzichten deelt en ook verslag doet wat er allemaal gebeurt in de markt. En dat is ook heel waardevol natuurlijk. Nou, je ziet in ieder geval dat we nu een omslag hebben gekregen in die PMA-lijn, hè, dus oranje naar blauw. We zitten nog steeds in die trading range. We hebben een pijltje gehad. Een blauwe pijl, een kooppijl, alleen onderin is het rood. Dus we wachten eigenlijk op het eerstvolgende koopsignaal. Mocht onderin groen zijn en geen bolletje. En daar zit, daar ligt ook Leone te wachten als een soort sniper, als een soort struikrover. Ligt ze gewoon in het veld te kijken naar kansen. Ook Casey voegt aan toe inderdaad, als je in de nacht handelt, moet je even oppassen op het grotere spread. Nou, ik ben misschien wel een nachtdier, maar heel vaak handel ik gewoon niet in de nacht, inderdaad, Kees. Maar ik heb het niet meegemaakt. Is dat op die Nasdaq en de DAX ook het geval, dat de spread wat hoger is? Ik denk het daarnaast wel, hoor. Dat zal me niks verbazen, natuurlijk. Oké, en hoe groot is die spread doorgaans in die Nasdaq dan? Want naastvogels is volgens mij 1,5 punt, hè, op die Nasdaq. En Henk zegt, scheelt per broker. Ja, we zitten doorgaans bij FX Flat. En het is ook logisch natuurlijk dat je dat je dus wat een hoger spread hebt als er minder volatiliteit is. Maar het is het mooiste als je wel volatiliteit hebt, want dan heb je ook de spread wat kleiner. Dus vandaar. En vergeet ook niet, hè, dat de Nasdaq, die beweegt eigenlijk ongeveer 2 tot 3 keer zo hard als de DAX. Dus daarom moet je daar ook wel tegen kunnen. Dus als je op de DAX begint, dat is uitdagend genoeg. Dat is een professionele markt ook. Dus dat is uitdagend genoeg als je daar ook je puntjes op weet te scoren, dan ben je heel goed bezig. En vergeet niet, als je 15 punten op die DAX zet, hè, dat is gewoon 1 promiel, 0,1% is dat. Volatiliteit of de bewegelijkheid is natuurlijk wel groot, maar 15 punten is eigenlijk niet zo heel veel als je op de keper beschouwt. Ja. Nou, even kijken of ik die server even kan aanzetten. Nou, dan zie je dus dat de markt nog steeds in de doldrums zit, een beetje in het training range. Ik zal hem ietsjes groter trekken.
En zie je maar dat je een paar momentjes nodig hebt. Lijkt de Champions League finale wel. Waarbij je 1 of 2 kansen hebt en dan is het klaar. Dan moet je wel daarop scoren. Overigens voor de goede orde, wie van jullie zijn ja coachesdeelnemers? Want iets na 10 uur gaat Leon door met de marathonsessie. Maar dan voor de ja coachesdeelnemers via Zoom. Zodat je weet dat er een kleine vertraging ook in zit. Dus dat je dat ook weet. En degene die ook meer wil weten over de curriculum, kom in ieder geval ook naar 6 oktober. Dan heb ik het eerstvolgende seminar. En ik meen dat Henk Lambo ook aanwezig is met zijn proza, met zijn boekwerk over psychologie. En wat ook aardig is, hè, is dat tijdens die 6 oktober sessie in Huizen van 9 tot 4 reguliere tickets en VIP's tot 5 uur, hebben wij nog een bonus uurtje tussen 4 en 5 met onder andere een paneldiscussie. En daar schuiven stoelen aan. Bijvoorbeeld zwaargewicht Hardy Klip. Die zal zijn inzichten delen. En Jelle Peters. Die komt ook in de middag. Met zijn inzichten. En gaat ook meedoen met de paneldiscussie. En even kijken. Henk Lambo natuurlijk. En moet ik kijken. Even onderhandelen met Leona. Of zij ook wil aanschuiven. En dan zal ik op slot nog die paneldiscussie toevoegen. Om ook inzichten met de traders laten delen. En natuurlijk is interactiviteit heel goed. Met vraag en antwoord. Dus van iedereen. Ik heb ook gecalculeerd dat de cijfers die we meestal meekrijgen, is dat wij een 8,9 als gemiddelde cijfer hebben. Dus dat ben ik best wel trots op. Mag ook gezegd worden. Maar goed, ik doe het natuurlijk niet alleen. Want we doen met het team, met de gastsprekers, zoals Henk ook. Zeker voor toegevoegde waarde. En ik weet niet, Henk, of jouw boek al uit is. Want ik heb zelf natuurlijk daytrading voor ambitieuze beginners. Komt volgende week uit, 11 september. Doen we donderdagavond ook een webinar voor om 7 uur. En we zitten nog steeds met smart te wachten op het psychologieboek van traden van Henk in het Nederlands. En anders neem je natuurlijk een inkijkexemplaar mee, hè? Nou, Kees zegt, doe dit niet meer. Nestle ging volgens mij naar ongeveer 5 punten. Weet niet of exact welk moment. Nee, klopt. Dat is niet goed. Je moet ook niet gaan handelen dan als de spread veel te groot is. Dankjewel, Kees, voor jouw toevoeging. Henk zegt, yep. Dus die is aanwezig 6 oktober. Top. Fantastisch. En onze jaarcoachesdeelnemers die hebben dan daarop volgend op 9 oktober. Een live coachingsdag, live tradingdag wordt dat. Freestyle. En daar moeten de coachingdeelnemers zich ook aan voor aanmelden, apart natuurlijk. En heb je nog geen ja-coaching, dan kun je eventueel kijken of je wilt upgraden of niet. Maar goed, dat is aan jou. Hoeft niet natuurlijk. Kijk wat je nodig hebt, dat is het belangrijkste. Zolang je maar een resultaat hebt. Henk zegt, het boek ligt bij de uitgevers. Ze hebben een wachtlijst van 2 maanden. Oké, nou goed. Het spel is dus wel op de wagen. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of er ook een voorbestelling nodig is, mogelijk is, Henk. En anders wil ik wel ook dat boek een aantal exemplaren afnemen. Dat kunnen we ook in ons VIP-pakket stoppen dan. Dus. Kun je niet illegaal gaan drukken, trouwens, Henk? Oh nee, dit wordt allemaal opgenomen. Dus het is geen handige move. Simone zegt, ik ben er. Nou, hartstikke mooi. Dan doe je dus op 6 oktober dus, Simone. Top.
je ziet dat de manga steeds keurig in de lijntjes kleurt. Misschien kan ik wel een anekdote vertellen nog, nu er toch geen klap gebeurt. Tenzij er een signaal komt. Ik heb ook vroeger met Mr. Short heb ik gesproken. André de Bruin. Die werd ook wel Mr. Short genoemd. Dat hij alleen maar de verkoopknop had volgens mij. Die was alleen maar negatief. die verdiende altijd geld met als de markt naar beneden klapte. Maar zaten we in een dealroom. En er zat een jongen. Giel heette die. En had zo'n heel baard, zo'n witte baard had hij. En die zat er ook heel relaxed bij en die was ook aan het handelen. En toen had. Het was een andere trader, die werd helemaal zenuwachtig van de koersbewegingen. En we handelden toen de euro-dollar. En toen vond of die andere. En toen zei die Giel heel droogjes: ja, natuurlijk bewegen de koersen, want het zijn wisselkoersen. Maar goed, dat is een beetje een halve anekdote. En de echte anekdote komt nu. Ik handelde ASML. En ik weet niet, als je ASML kent, dat is dus echt een heel volatiel aandeel. En toen stond het veel lager dan nu. Dat was meer dan 8 jaar geleden zo, denk ik. Meer dan 10 jaar geleden. En de markten die vlogen toen heen en weer. En toen was net als nu, ging die ASML in de trading range. En Mr. Short zei altijd, ja, ASML die beweegt of keihard zijwaarts. Of die breekt gewoon kaart uit en gaat een bepaalde kant op. Maar goed, ik had ook een trillende vinger. En misschien herkent Henk dat ook wel. Was een soort ADHD-trader. En ik vond het wel spannend. Flippen en met de ASML dat ik dus heel snel heen en weer ging handelen. Dus in dit soort ranges ging ik kopen, verkopen. Long, short. En uiteindelijk had ik 500 of 1000 trades gedaan op zo'n dag. En ik haalde misschien €100 op. Nou, heel veel roundtrips en veel kosten. Heel vaak minpunten, omdat je in de trading range, als je daar dus in getrapt bent, op de hoogste koers long en de laatste koers short en iedere keer uitgestopt worden. Wie herkent dat wel? En Mr. Short deed altijd olies. En wat deed hij? Hij ging altijd op ritten en hij had dus ook momenten gepakt in de ochtend. Legde hij wat voor mijn limiet van 1000 aandelen. Ging dus 500 stukken kopen. Nog een keer 500 stukken. Had hij 1000 lotjes had hij dus in handen. Nou, wat deed hij? Hij ging achteroverleunen. Zo met zijn handen over elkaar. Dus ik was aan het zweet, aan het tikken en zo. En Mr. Short die zat daar. Op een gegeven moment ik moest naar het toilet. En ging weer heen en weer. En hij zat er gewoon leuk. En in de ochtend, om 12:30 ging we lunchen. Hij zet de computer uit. Had hij €1000 verdiend. Had hij dus een punt verdiend met die 1000 lotjes. Dus hij had in de ochtend gewoon €1000 verdiend. Ik zat te zweten een hele dag voor €100. Nou, en dat even aan te geven. Dat je moet er gewoon geduld hebben. En dat waren ook zijn befaamde woorden. Geduld, zei de geduld. Nou, degene die ook ons langer kent, en ik weet niet of Simone ook ons kent natuurlijk, of van de Optie Academie tijd, meer dan 18 jaar geleden, hadden we ook trading sessies. En toen had Mr. Short, André, ook nog een keer een sessie gegeven over money management. En daar heeft hij ook uit geciteerd met het stapelen, zegt hij, hè, met het uitbreiden van posities. Maar dat is meer voor de aandelen voor langere termijn, voor swing trading, zeg maar. En niet voor daytrading, maar er zitten wel heel veel inzichten in het boek van Jesse Livermore. Dat is Reminiscence of a Stock Operator. En die heb ik ook voor onze betaalde leden, heb ik die ergens op de plank liggen, virtueel dan. En dat is echt super gaaf. Dat is een boek van meer dan 100 jaar geleden. Ik weet ook dat Harm van Wijk er ook heel blij mee is. En daar heeft hij ook heel veel inzichten uitgehaald. Nou, we zien dus dat de markt nu wat aan het dalen is. En ik zie nog geen pijl. Alleen voor mij een aantal minuten geleden. Dat is hier om 10:33. Zeg maar 7 minuten geleden was de laatste pijl. Ik weet niet, Leonne, of dat klopt dat het de laatste pijl is geweest. Ja, dit is hier de laatste pijl. Daar heb ik ook mijn order in gelegd.
Vervolgens heb ik die, ik had dus de order ingelegd onder de low. Oké. Okay. Die heb ik er vervolgens weer uitgehaald, want toen kwam dit bolletje. Ja, deze, en op, ja. En op dat moment had je ook twee blauwe pijlen. Dus dan is het signaal niet meer geldig en heb ik hem uitgehaald. Precies, die order is gewoon gecanceld. Dus, ja. En daarom dat we ook altijd met een buy stop en een sell stop werken. Omdat je altijd een follow through wil hebben van de markt, van die beweging. Dus dat je dus ook, ja, dat de markt doorzet. Dus, nou, in ieder geval, het is wel een uitzonderlijk saaie markt nu. En dit zijn trouwens momentopnames, hè? Dus dat is heel belangrijk. Dat deze sessies natuurlijk als een resultaat is om mee te nemen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar nu heb je dus een zijwaartse markt. Dan kun je ook niet zo heel veel verwachten. En dan kun je, dan werkt toch geen enkele strategie. En als je dus heel vaak ziet, hè, in Amerika ook, dat je, zeker als Amerika opent, dan zie je heel vaak dat er dan een soort beweging na de laatste 10 minuten is, kwartier. En soms zie je er ook een groot aantal punten naar beneden, dat er dan de markt 50, 60, 70, 100, 200 punten naar beneden gaat. Voor mij een tweetal weken geleden had Jos, die deed ook Nasdaq. Ja, die had gewoon 200 punten winst vanuit de long. Iets na opening. Dus, dat ging dus ook heel goed. Dan kun je gewoon je trailing, ja, je stops gewoon meetrekken. Maar dit soort bewegingen, ja, dan moet je zorgen dat je dus weinig doet. Dus, even kijken hoor. Ik heb nog niet echt gekeken van of er nog aanvullende vragen zijn. Ja, Goa die voegt aan toe inderdaad. Ik had 4 blokjes terug een pijl. Danuze, die vraagt... ook leuk dat je aanwezig bent. Dankjewel voor het abonneren natuurlijk, Danuze. Hoeveel euro is 1 punt waard op de D40 Mini? M1. Het is heel simpel. Een contract op de Duitse DAX 40, hè, dat is dus 1. Normaal gesproken. En je mag minis handelen. Dus je mag 0,1 handelen. Dus als je 1 vol contract handelt, dan is 1 punt maal 1 euro is 1 euro. Dus als je dus 15 punten haalt, is dat dus 15 euro winst of verlies. En bij de Nasdaq is dat geen euro, maar dollar. En dus als je dus bijvoorbeeld 30 punten op de Nasdaq haalt met winst, heb je $30 winst. En haal je genoeg rendement als je alleen 's middags kan handelen op uitzonderingen zoals vanmiddag, zoals vandaag. De vraag stellen is even een stapje terug dan nu ze. Wat wil jij behalen? Dus dat is een vraag die je zelf moet beantwoorden. Stel dat je zegt ik wil 1000 euro halen op maandbasis. Dan moet je terugrekenen. Dan moet je dus gedeeld door 20 is 50 euro verdienen. Of $50. Laat het gewoon 1-op-1 houden. Dat betekent als je op de Nasdaq handelt. Dan moet je dus om en erbij 50 punten halen. Op 1 vol contract. Dus als jij een 1000 euro account hebt. En je hebt dan 50 punten. Nou dan is het zo dat jij dus met 1 contract 50 kan doen. En dat is zeker wel mogelijk als je dus een uur anderhalf gaat handelen. Maar als jij een veelvoud hebt. Stel dat je een 2000 euro account hebt. Dan mag je omgerekend maximaal 2 contracten handelen. Dan heb je dus aan 25 punten terug. Aan de andere kant is het zo dat als jij dus een 500 euro account hebt, dan kun je maar de helft handelen. Dus mag je maximaal 0,5 handelen. En dan is het zo dat je dus om 1000 euro te verdienen, dus 50 euro op een dag, dan moet je dus 100 euro verdienen of 100 punten pakken. En dat betekent dus 100 punten maal een half is 50 euro. Even kijken, Goa zegt ik heb min 15. Ik weet niet hoe dat kan, dat je dan een verlies hebt, want we hebben geen geldige trade gehad. Dan heb je misschien een eigen tradeje gedaan. Jack zegt ik heb 15 punten gepakt. Nou, top, hartstikke mooi. En gebeurt er nog wat, Leone, op de markt? Want om 15:15 en om 15:10 komen nog wat cijfertjes. En als je linksboven gaat kijken, zie je een driehoekje naar beneden. Als je wilt kijken wat de markt is, kun je ook op de driehoekje naar beneden klikken, links. En dan zie je dus bij iedere
tik beweging, zie je ook die timeleft veranderen. En dat betekent dat timeleft is dus niet op tijdsbasis dat hij aftikt van 60 seconden naar 0. En nu zitten we richting de laatste 10 seconden, net als een bokser in de ring. Er neigt dus een verkooppijl. Kijken of die ook doorzet of niet. We gaan een beetje aan het midden. Moet de order dus aan de onderkant moet naar beneden geschoven worden. Want de laagste koers is 0,8. Minus 3 is, komt hij op 0,5 te liggen ongeveer. Op 0,5 komt die groene lijn te liggen. En die staat nu op, even kijken. Die staat nu op 0,519. Dus perfect. Kijk, dat er een paar tienden vanaf zitten. Oké, dat is een kniezoor. Maar dan give or take. En nu zie je dus ook wat de kracht is van zo'n order. Want dit is even goed dat we dit zien. Nu zien we dat die candle, die groene candle, dat is de vervolgcandle, hè? Die wil je zien dat die naar beneden huggelt. En je ziet dat deze groene candle een soort inside bar aangeeft. Met andere woorden, sommigen die handelen bestens in de markt, zien, oh, ik zie een pijl, ik slinger gewoon bestens die order erin. Niet doen, want je moet echt een nieuwe low hebben. En ik zal even dit laten zien. We hebben hier dus een de blauwe streepje, of eigenlijk die groene, dat is dus onder de low. Je ziet dus deze candle, dit is een veegteken aan de wand op dat moment. Dit is een high, of een low. Ligt die low boven of onder dieptepunt van die signaalcandle? Nou, je ziet duidelijk dat hij erboven zit. Dus dat betekent, kracht loopt eruit. Nou, nu zie je ook dat er dus puntjes binnenkomen. En dat betekent dat de kracht omhoog op dat moment dan groot is. Dus daarom propageren we altijd slingen de buy stops en de sell stops in. Sell stop in de neergaande markt en de buy stop aan de bovenkant. En dan is het nog zo dat als je niet weet precies wat dan, waar dan de stops liggen, de stop loss en de take profit, links van de orderlijn zie je dus een stop loss aan de linkerkant, een SL. En dat ligt dus bij een short aan de bovenkant, de SL, en de TP ligt aan de onderkant. Nou, Leon heeft dus de order gecanceld. Heel simpel, omdat we nu dus in afwachting zijn. Niet aan de afwachting. We zien dus objectief dat er onderin een bolletje is. En dat we nu dus te maken hebben met een omslagmomentje. Dat de markt omhoog neigt te gaan. Want we hebben dus een blauwe lijn. En ik moet ook even zeggen dat ik even in mijn ooghoek kijken. ForexFactory.com. Dus die geeft aan de PMI-cijfers, de finals. Die komen eraan. Over een paar minuutjes. En nu zijn de Duitsers aan de beurt, volgens mij. Nee, de French, de Froggies, die gaan nu wat doen. Om 10 voor. En om 5 voor komen de Duitsers. Die komen dan in de bocht. Die komen dan met cijfers. De final services, PMI's, of de Spanish en de Italian, die waren iets lager dan verwacht. Ietsjes, maar niet zo heel veel. En ook niet met schokkende dingen. Dat was om 15:15. En dan om 15:15. Maar je ziet dat er weinig wordt bewogen. Dus gaan we gewoon afwachten of we dan ook een koop-verkoop signaal krijgen. Nou, dan stel ik zo voor om even te gaan kijken naar rond 15:00. Om dan een beetje af te ronden, misschien een final conclusion doen. Met Leonne ook. En ga ik even kijken, voorsorterende op de sessie van morgen. Hebben wij, even kijken, om 8:00 Nederlandse tijd hebben we dan Germany Factory Orders. Hebben we geen last van. En om 10:30 pas, of 11:00 cijfers in Amerika of in Europa. Dus weinig spectaculaire dingen. Nou. Dan zie je dus dat we dus een omslagpuntje hebben bij die
blauwe pijl, dan zie je dus dat er een groene candle is daarna. En dit is dan ook een nulpunt. En ja, dan is dat dus een signaal weliswaar gegeven, maar niet bevestigd, omdat er nog een puntje onderin stond. Dus we wachten deze gewoon af. Nou, degene die zich nog niet heeft aangemeld voor de sessie in oktober, 6 oktober, feel free om even aan te melden. En dat zal ik even in de chat slingeren voor jullie. En dan een live training sessie. Even kijken, en wie van jullie heeft dus een M2-systeem? Ja, of wie heeft hem nog niet? Want er zijn natuurlijk veel meer mensen bijgekomen. En dat is namelijk, we hebben nu 57 deelnemers, dus hartstikke mooi. Ik vind een mooi aantal, Leonne. En wat ook mooi is, ik wil ook iedereen de complimenten geven die naderhand nog onze sessie ziet. Want we hebben ook dus richting 300 views in totaal gekregen. En dat betekent dus, Leonne, dat heel veel mensen onze sessies naderhand nog bekijken. En dat is ook heel belangrijk. Ook voor jullie natuurlijk om veel van te leren, maar ook dat we nog hoger in de ranking komen met YouTube. Dat is ook heel belangrijk. Nee, Roel Sasse zegt nog niet, oké. Densma zegt ja, hartstikke mooi. Nou, degene die het M2-systeem heeft, kan hij of zij ook beamen dat dat kan hij of zij zijn ervaring delen, of het ook een nuttig systeem is inderdaad. En misschien ook degene die een stapje hoger zijn gegaan natuurlijk met het jaarcoachingprogramma. Of, kijk hoor, dus degene die het jaarprogramma ook doet. Of dat er ook inderdaad zijn vruchten afwerpt. Paul van Hoge zegt, ik was aangemeld voor september. Die gaat dus niet door. In september hebben we doorgeschoven naar 6 oktober, Paul. Dus die kun je in je agenda schrijven. Top. Mooi dat je ergens aangeschoven bent. Ja, Edi zegt ja, top. Pim van Gerwen zegt, ik heb het systeem nog niet. Kijk, nog niet. Dat is een mooi woord, Pim. Een mooi woordje, ja. Ja, zeker, zegt Rashim. Fred Filippo, yes. Hartstikke mooi. Nou, als je nog even een sessie cijfer wil geven van 0 superslecht tot 10, dat blijf ik herhalen. Dat blijf ik iedere keer herhalen, zoals je weet natuurlijk. En als je ook even wilt aangeven wat de meest waardevolle van deze sessie is geweest, dan verneem ik het ook graag natuurlijk ook met Leonne erbij. In het kader van kwaliteitsbewaking, want ik weet dat onze zeer gewaardeerde collega's Mosin en Harm van Wijk ook goed aan het kijken zijn. Nee, Roel zegt ook nog niet. Nou, Rien zegt een 9, fantastisch. Dank voor de hogere waardering. Kijk wat er allemaal gebeurt. Nou, we hebben nog 2 minuutjes te gaan voor die cijfers. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, Leonne. Ja, ik ook. Het lijkt wel een venijn in de staat zit. Ja, of het gaat als een dooie nachtkaars uit. Hè? Dat kan ook. Mm. Edwin, ook nog niet, zegt hij. Nou ja, ja. San zegt ook, nou in ieder geval wil in ieder geval ook iedereen weer uitnodigen volgende keer morgen of de andere dagen ook mee te kijken om 9 uur. Of later terug te kijken, kan natuurlijk ook wat je zelf wilt. Simone zegt, historisch verhaal vind ik wel leuk, een vermelding om een boek te lezen. Ja. Nou, kijk, die historische verhalen, ik zeg niet zomaar iets, Leon, hè, of Simone. Want ik heb natuurlijk ook jarenlang ervaring als marketmaker, als trader. En het is gewoon wat me opgevallen is bij mezelf, maar ook bij anderen. En dat wil ik gewoon aan jullie delen, wat normaal gesproken niet standaard in een pakket zit, of wat je aan een grafiek kan uitlezen. En ja, hartstikke mooi. Nou, dan zal ik even dat boek, als je interesse hebt, stuur even een mailtje naar info@moneytowork.com. Voor de informatie dus over keyword Jesse. Jackbo zegt, ik wel, het systeem is wel goed om verlies te beperken, denk ik. Nou, verlies beperken is discipline aan te halen en het winst te optimaliseren. Want we moeten niet alleen verlies beperken, we moeten ook winst maximaliseren natuurlijk. Kees zegt, duidelijk gebleken dat het belangrijk is om op handen te kunnen zitten. Absoluut.
Jack zegt een 9. Edwin ook een 9. Hartstikke mooi. En ik zal tot slot aan jullie nog even een... even kijken hoor. Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk. Grafiek. Wat gebeurt er in de grafiek? Niet veel, want ik zie dus 55. We moeten eigenlijk de Duitsers eindzijd zijn gekomen met de calendar. Dat is met de PMI's. En die is 47,3. Dus dat is conform verwachting. Nou, het is eigenlijk non-event, eigenlijk noemen we dat. En dan gaan we kijken of we dan nog wat andere trades kunnen doen. Misschien kan Leon er nog even een slotakkoordje geven. Dus als je er tijd voor hebt, Leon, en interesse in hebt. Ja, natuurlijk. Nou, dit was dus een sessie met één trade. En wel aan het begin. Rond servertijd 10:09. 10:09. Ja, gewoon 10:00. En voor de rest was het echt een oefening om op je handen te blijven zitten. En vooral discipline, niet alsnog verleid raken om in te stappen. Want die momenten zijn er natuurlijk wel geweest. Maar gewoon houden aan de strategie, dat is in deze sessie vooral erg belangrijk geweest. Nu hadden we eigenlijk een signaal gehad. Even kijken. De high is 46 plus 3 is 49. Ik leg hem niet meer in, want ik wil gaan afsluiten. Oké. Omdat ik zo meteen de ja-coaching heb. Maar voor degenen die doorgaan, je kunt hier nog een order inleggen op 49. Dus 15, 7, 4, 9. Dan ligt hij ongeveer... Dan ligt hij waar witte lijntje zit hier. Hier ongeveer. Ja, hier ongeveer. Ja. Nou, in ieder geval, we hebben dus in totaal, ik zie 3 trades geplaatst, waarvan eentje uitgevoerd is met 5,2 winst, dus 5,2 punten. En nou, dan let's call it a day. Ik wil iedereen bedanken voor de deelname. Feel free om ook met ons in contact te treden. Als je interesse hebt in ons systeem, kun je ook een call met ons inplannen. Dat is dus, even kijken of ik dat... Ja, ik heb even een algemene discovery call van Money to Work ingezet. Want dan, als je die invult, dan kom je of bij Leonne terecht of bij mij. Al nagelang wiens agenda open is. Nou, ik ga in ieder geval ook zo eruit. Want vanmiddag moet ik naar een crypto-event voor een uurtje spreken over crypto's en dat soort dingen. Dus vanmiddag dus, ga ik er tussendoor nog wat andere dingen doen. En... ja, dus in ieder geval vond ik in ieder geval een leuke sessie weer. Ook iedereen bedankt voor het kijken. Ik zal ook even de link inplakken voor jullie. En wie is er morgen ook weer bij? Roel zegt, is ook een handleiding van M2W. Zeker Roel, als je ons M2W-systeem neemt, dan krijg je niet alleen onze handleiding, maar je krijgt elke week online trainingen. Elke week online training. En we helpen zelfs nog persoonlijke training ook. Maar als je het systeem niet hebt, dan moet je doen met onze... sessies via YouTube of onze webinars. Nou, Sand zegt lekker het begin van de dag weer. Hartstikke mooi. En Stoepa zegt Jan, Robert en Leon ook bedankt. Eli zegt een 10. Nou, fantastisch. En ook degene die nieuw is, viel vrij om even met Leonne nog te fine-tunen, even een call in te plannen, om dit puntjes op de i te zetten, met losse eindjes, om te kijken waar nog verbeterpunten zijn. Tot morgen. Hasta la vista. Ik spreek je later, Leonne. Heel veel succes met ja-coaching straks om 10:00. En bedankt tot het kijken en tot de laatste, ja, tot morgen. Hasta la vista. Ciao. Jij bedankt, Jan Robert. Dankjewel. Tot morgen allemaal. Tot morgen. Ja, dag. Tot donderdag, Frank. Super. Dag. Moet ik even kijken hoe ik die uitzending